Hey jongens, het is tijd voor ons eerste item. En dat is eigenlijk deze keer wel een hele speciale. De hip or shit. Want we hebben deze keer een primeur eigenlijk voor de hit or shit. Want de artiest die we vandaag als hit or shit hebben, die komt vandaag langs. Ja, dat is wel uniek. Ja, het en het moment dat hij erbij is, dan gaan we dus bekendmaken of het een hit or shit is. Het is eigenlijk wel een beetje spannend. Ik hoop dat mensen dit dus wel gewoon een goed liedje gaan vinden. Maar ja, vinden ze het niks, moeten ze dat ook vooral gewoon doorgeven. Zeker, gewoon eerlijk zijn. Ja, ja, ja. We gaan sowieso eerlijk zijn. We zijn wat dat betreft gewoon Zwitserland, hè? Gewoon neutraal. maar ja, ik vind het toch wel een leuke toevoeging eigenlijk. Hebben we nog niet eerder gehad. Nee, toch? Nee. Nou, wat is nou de bedoeling met hit or shit? Wij draaien nieuwe muziek en jij mag bepalen via Instagram of we dit nummer vaker moeten gaan draaien of niet. En dat kan op onze Instagram, @TheMichaelAnHaliShow. Helemaal in één keer goed, hè, jongens? Je hebt geoefend, hè? Ja, ik heb de hele week geoefend inderdaad dat ik niet weer die fout maak met jij. Nou, jij zei het vorige week ook, dus wat dat betreft kan het gebeuren. Beetje jammer dat we geen euro in de pot krijgen dan. Nee, ja, jij ziet er gelijk weer geld in, inderdaad. Zeker, Maar nou, je kan dus stemmen op onze Instagram, @TheMichaelAnHaliShow. En dan gaan wij zo meteen, terwijl Chris dan zelf aanwezig is, laten weten of we deze track vaker gaan draaien. Gast van de week. Ja, en het is tijd voor de gast van de week. Dames en heren, mag een groot studioapplaus voor Christian. Goedenavond, Christian. Ja, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja. Helemaal nog rood van het snelle fietsen. Ja, ik had een beetje tijd kort, maar goed. Het, was je hier met de trein? Nee. We hadden een treintje later, denk ik. Nee. Het was echt op de fiets. Ja, helaas. Maar het kon geen fietsje eerder zijn. Nee. Ik had toch wat dingetjes te doen en ik had heugelijk nieuws. Dus ik was ietsje aan de late kant. Ja, dat snap ik. Ja. Hey, we gaan het eerst even over treintje later hebben. Want de vorige keer dat je hier was, hadden we het natuurlijk over de single. En dan had je bijna 100.000 plays. Nou ja, ondertussen kunnen we jou volgens mij feliciteren. Ja, hij is er dik overheen. Jij hebt geflikt? Ja, hij is er overheen. Ja, meer dan 100.000 streams inmiddels. Lekker, man. Ja, dus dat is toch wel even een bepaalde check in jouw... Nou, zou ik zeggen... Ja, is dat serieus gewoon een mijlpaal voor een artiest? Ja, absoluut. Ja? Ja, om in een playlist als je moerstal te komen, dat is al één. En, als je moerstal, ook zo, klinkt ook zo lekker. Je moerstal. Ja. Dat is bijna of iemand uitschadden. Je moerstal, ja, precies. We gaan verder. Ja, nee, je moerstal is één. Maar om dan ook echt die 100.000 streams te bereiken, dat is wel echt, echt bizar. Ja, dat lijkt me toch ook wel inderdaad gewoon echt zo'n mijlpaal. En dan de volgende mijlpaal, heb je die al voor jezelf gesteld met bijvoorbeeld de nieuwe single ook? Zo, ja. Landelijke radio. Ja? En überhaupt op de radio, dat is natuurlijk een ding. Dus dat wil ik behouden. De 1 miljoen. Ja, laten we maar doorgaan naar de 1 miljoen dan. Ja, niet eerst gewoon even iets voorzichtiger beginnen. Half miljoen. Oké, half miljoen. Ja, gewoon laten we rustig beginnen. Oké, half miljoen dan. Half miljoen. Want dan kan je daarna bij de single daarna kan je dan naar richting een miljoen. Je kan terugkomen en dan kan je vertellen, hey, ik ga nu voor een miljoen. Ik heb het bereikt en nu, ja. Nee, dat is misschien een beter idee. Ja, precies. Zoek je nog een manager, dan weten we er nog eentje. Ja, hij biedt zich alweer aan als manager. Dat is ook wekelijks kost natuurlijk. Ja, dat maakt trouwens, Christian, maakt niet uit hoor. Want we hadden twee weken geleden hadden we iemand van Kamp van Koningsbrugge. En die had ook opeens een manager nodig. Dus Ali gewoon voor iedereen. Eén week geleden zie ik van John. Maar treintje later. We hebben het er vorige keer natuurlijk over gehad. Die is ook opgepakt toen door de NS. En ja, heel veel mensen hebben jou toen ook bereikt eigenlijk. Zonder dat je die mensen kende. Ja. Nu heeft hij de 100.000 gepasseerd. Ja, wat is deze track voor jou eigenlijk? Ja, het is bizar, omdat het eerste track was van degene die nog gaan komen van het Nederlandstalig projectje. Dus wat Treintje later heeft gedaan, dat is echt heel betekenisvol voor me. Ja, dat is toch, je zegt eigenlijk al het startpunt van je Nederlands project. Ja. Eigenlijk ben je, op een gegeven moment zag ik ook als dingetje staan, het is een beetje een combinatie van Snelle en Fleming door elkaar. Ja. Ja, ja, nou, alsjeblieft, die heb je alvast in je zak, toch? Nee, ja, dat was een heel groot compliment. Ja, die inderdaad. Bestond nog niet, hè? Nee. Een snelle Fleming was er nog niet. Nee, dat is echt een heel groot compliment. En dat zijn ook twee grote inspiratiebronnen. Dus wat dat betreft alleen maar beter, ja. Hey, wij gaan zo meteen natuurlijk even de hit or shit, de uitslag bekendmaken. En dat is natuurlijk van jouw nieuwe single. Spannend. Maar omdat je natuurlijk de 100.000 streams hebt gehaald met een treintje later, hadden ze iets van, die willen we eerst nog even draaien. Is dan met treintje later op Unity. Nou, en toevallig logischerwijs is misschien dan ook wel de gast van de week, Christian, hè? Want jij hebt afgelopen vrijdag heb jij een nieuwe single uitgebracht. Dat klopt. En die was vandaag al de hit or shit. En we hebben het dus al gedraaid. En misschien kunnen wij nu een keer alvast onze mening geven. Wat vonden jullie van de track? Oh, dit is spannend. Dit is heel spannend. Gaan we draaien met je toe of niet? Nee, ik vond de track eigenlijk heel lief. Ja. Liever dan lief? Nou ja, eigenlijk heel lief. Ja.
Nou, goed om te horen. Inderdaad. Ja, ja, dat is het. Ja, ik vond het ook wel een beetje op je vorige track lijken. Nou, dat scheelt. Ja. Want ja, je wil natuurlijk wel een soort... vastigheid, toch? Ja, ja, precies. Ja. Ja, klonk lekker. Ja. En jij, John? Ja, zeker. Lekker nummer. Voel hem wel. Ja. Ook lief? Jij vond het ook lief? Ja, best lief. Schattig. Ja, hoor. Ja. Doe eens lief. Ja, doe eens lief. Nou, is dan ook gewoon gelijk nu de tijd om de, ja, om de uitslag bekend te maken? Of willen we eerst weten waar deze track vandaan komt? Kan jij nog heel veel in spanning wachten? Of wil je gelijk weten of deze track dus nou een hit of een shit is? Nou, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. Nou, dan is het tijd voor... Dit is de uitslag van de hit or shit. Deze track is een... hit! Yes! Ja! Ja! Ik had het ook niet anders verwacht, hè, Chris? Nee, super. Nee, het zou ook wel een beetje zuur zijn inderdaad... als het nu in één keer geen hit zou zijn. Einde interview. Nee, maar dus de track Liever dan Lief... die gaan wij vaker draaien bij ons in de show. Hoe is deze track tot stand gekomen? Ja, zo, dat is een hele stap in de tijd terug. Oh, ik dacht in de trein, maar ja, nee, die denk ik later wel. Het begon op, ik geloof, 13 maart 2023... Oh, dus meer dan een jaar geleden, dus zeg maar. Dat is meer dan een jaar geleden. In mijn studentenkamer met een gitaartje. Op een middag. Dan begin ik gewoon wat met akkoorden te spelen. En dan een zanglijntje. En dan komt de tekst een beetje daar. En ik heb daar nog ergens verborgen heb ik daar nog geluidsopnames van. En dan zie je ook echt dat ik met bepaalde zinnen kom... die dan later op een hele andere manier in de track terug hoort komen. Maar dat is wel leuk, dat je nog een beetje dat kan zien hoe dat is ontstaan. Je maakt dus eigenlijk gewoon een soort rauwe opzet. Ja. En daarmee ga je dan naar in dit geval een producer toe of zo? Of? Ja, ik neem het altijd op in mijn spraakopname op mijn telefoon. Ja? Zodat ik het nooit vergeet. Nee. Dat is het belangrijkste, want dat gebeurt nog wel eens. En dan stuur ik het direct naar mijn producer toe. Dan neem ik het thuis heel snel kort even op in het programma. En dan stuur ik het direct naar de producer toe met de sporen. En die kan er dan wat onderleggen. En dan gaan we later een keertje echt in een studio... gaan we het helemaal uitbouwen met gitarist en nog een betere songwriter. Ontstaat er zo'n nummer als Liever dan Lief. Ja, en dan bijvoorbeeld de lyrics heb je dus wel... nou ja, grotendeels eigenlijk het geraamte. Ja. Dat schrijf je dan wel van tevoren al? Of, ja, maar er komt dan wel iemand bij die komt... ja, maar je kan misschien toch beter deze zin net even zo of zo doen. Of ja, bijvoorbeeld. Probeer dit dus, woord is. Ja, dat doe ik heel vaak met Maaike. We hebben letterlijk via online, omdat we een beetje tijdsnood hadden... tijdsnood, daar hou ik van. Toen hebben we letterlijk even gekeken. Er moest nog een tweede verse komen, bijvoorbeeld. Ja. Dat is nog wel eens lastig. Ga je dat heel cliché doen, want ik begin met het is maandagochtend. Nou, ga je dan tweede verse beginnen met het is dinsdag? Ja. Ja, dat is een beetje cliché, dus dat wilden we dan weer niet. Dus dan ga je daar een beetje over brainstormen, een beetje over sparren. En toen is dit eruit uitgekomen. Ja, en niet onverdienstelijk, want ik moet zeggen, ik vind het een hartstikke... Zeker. Absoluut. Een prima plaat, lekker zomers ook. Er zit een bepaalde zomerse, lenteachtige vibe eroverheen. Ja. Ja, zo'n feel-good vibe. Ja, dat is ook wel een beetje de boodschap. Want het is een heel dubbel gevoel natuurlijk, waar het nummer over gaat. Ja. Het beëindigen van een relatie. Maar ja, dan kijk je ook alweer terug op positieve momenten. Dus ik wil er ook wel inderdaad een soort feel-good aangeven... dat je wel positief kan terugkijken op een relatie. Dus het heeft een beetje een dubbele betekenis. En ik kreeg ook online heel veel reacties... van mensen die zich erin konden vinden. Dus dat maakt het nummer alleen maar mooier. Ja, ja, waar een deur dicht gaat, gaat een andere deur open. En misschien, soms gaan er twee deuren voor je open. En soms staan allebei de deuren staan nog open. Ja. De man op de tegeltjes, hoor. Een van de deuren. Ja. Ik heb iets met deuren. Ja. Maar wat je zegt. Afgelopen vrijdag is de track dus uitgekomen. En ondertussen al boven de 15.000 plays. Ja, bizar. Dus gaat knijterhard. Ja, het is echt... TikTok heeft daar denk ik een grote rol in gespeeld. En je ziet ook dat de mensen die luisteren... die willen ook echt vaker luisteren. Dus dat is heel positief. En ik heb echt net een uur geleden te horen gekregen... dat hij ook nog in je moerstal is gekomen. Oh, de Nederlandstalige playlist van Spotify. Kijk, in dat geval, dames en heren, even een applausje. Want Dankjewel. Dat is inderdaad wel de lijst op Spotify voor Nederlandstalige muziek, toch? Ja, dat is echt zo'n droom. Als je mij dit 2-3 jaar geleden had verteld, dan had je niet geloofd. Nee, dan had je bewijs van dat je diegene uitgelachen, zeg maar. Ja, absoluut. Ja, en dit is dan nu de tweede track die er al in terechtkomt, toch? Een treintje later stond er ook in. Ja, en het bijzondere is nog, normaal gesproken wordt het een beetje op de vrijdag bijgewerkt. Hè, wanneer je nummer is uitgekomen.
Maar omdat mensen hem zo massaal hebben gestreamd. En ik kijk ondertussen even de kijkers op TikTok. Ja, maar ik ben live, hè, op TikTok. Ja, ik ben nu live op TikTok. Maar omdat hij zo vaak is gestreamd door mensen. Heeft Spotify waarschijnlijk gedacht: van ja, nu moeten we wel. Ja, ze kunnen niet om je heen, hè? Nee, ja, nou, dus waarschijnlijk is er ergens in Zweden is er gewoon een meeting geweest. Van jongens, voor mij hebben we wat gemist. Ja. Niet de trein, maar Christian. Ja, 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 dus nee, dat is echt een heel groot compliment. En ook ja, heel erg. Dankbaar voor Spotify dat hij in zo'n afspeellijst mag komen. Nou ja, tuurlijk, snap ik. Dat zou niks anders hebben dan dankbaarheid. Ja. Je zei net, het is eigenlijk een beetje het begin van het project Nederlandstalig. Ja. Nou ja, Treintje Later was de eerste, dit is de tweede. Ja. Maar dan ga ik er even vanuit dat dit wel naar meer smaakt. Dus dat we nog meer muziek kunnen verwachten, toch? Zeker. Ja, ik kan nog geen datum noemen. Het staat nog een beetje in de... nou, het moet nog ontwikkeld worden. Maar de demo is al opgenomen, zeg maar, in de badjas thuis op de bank. Exact. Dat hebben we een aantal dagen terug gedaan. En ik kan je vertellen, als dit het eerstvolgende nummer wordt, dan is het nog een stuk zomerser dan dit. Kijk. Ja. Oh. Dus of hij moet nu binnen 2 maanden, zeg maar, uitkomen, of... Je wacht een jaar. Nou ja, het is de bedoeling dat hij wel wat sneller uitkomt, ja. Ja, ja, okay. Ja. Dus ik hoop het echt dat hij het goed gaat doen. De volgende ook weer. En eerst nog even de focus op Liever dan Lief. En ondertussen voorbouwen met het nieuwe nummer. Ja, nou, dat sowieso inderdaad. En dat is altijd toch wel spannend, hè, zo'n release. En nou, ook de hele nasleep ervan. Want nou, je krijgt waarschijnlijk ook heel veel reacties van mensen die je kent. Ja. Maar ook van mensen die je niet kent. Ja, ik vond het bizarste vond ik. Ik werk ook in Den Haag. Daar sta ik zo nu nog voor een klas. En er was een leerling en die zei, meneer, bent u dit? En ik was nog niet eens begonnen met mijn introductie. Oh, wow. En die laat zo pontificaal mijn TikTok zien. Nou, ik schrok, ik schrok mijn hoedje. En op het eind van de dag wou ze ook nog een fotootje met me. Ja, ja, toen dacht ik, ja, dit, mijn dag kan niet meer stuk. Ik vond dat zo bijzonder. Nee, je voelde echt even een BN'er, zeg ja, maar. Ja, oprecht. Ja, dat was een heel bijzonder moment. Ja, dat was de eerste ook voor mij. Dus dat is, geniet er nog maar van. Ja, ik ken artiesten die nu eigenlijk helemaal niet meer bekend willen zijn. Nee, hoe sta jij daar tegenover? Ja. Hey, even niet zo down. Nou, die jongen zit er helemaal euforisch te vertellen dat hij er zo blij mee is. En jij, nou, geniet er maar van. Lijkt net als een kind, hè? Ja, geniet er nog maar even. Ja. Voor je het weet zijn ze groot. Ja. Nee, maar dat zie ik allemaal later wel. Ja. Nee, en je bent ook druk bezig met repeteren met de band, zie ik telkens op Instagram voorbij komen. Klopt. Komen er binnenkort ook nog shows aan waar we mensen jou kunnen horen? Ja, we zijn druk bezig met repetities en de show nog een beetje fine-tunen. En dan hoop ik heel snel weer met wat nieuws te komen waar we optreden. Ja. Ja, want je bent nu als het ware de show zeg maar eenmaal perfect aan het maken, om het zo te zeggen. Ja. En die ga je vervolgens pitchen bij, bijvoorbeeld, ja, we moeten even kijken hoe we dat precies gaan aanpakken. En waar we ook precies willen staan. We zijn eigenlijk net iets te laat om de festivalletjes mee te pakken. Ja, misschien hier en daar nog één. Maar ja, we zijn hartstikke druk bezig met de band. Om gewoon te kijken hoe we dat in elkaar willen steken. En hopelijk komen we dan snel met meer nieuws. Ja. En uit hoeveel mensen bestaat je band? We zijn met 5. Met 5 mensen? Ja, in totaal. Ja. Nou, dat is niet verkeerd, toch? Nee, maar zeker niet. Je hebt er minimaal ook 5 nodig. Als je een beetje gaat optellen, je hebt er eentje voor de piano, drums, basgitaar, gewone gitaar. En zanger. En dan jijzelf, ja, toch? Ja, dat is niet vergeten. Dat zijn de precieze onderdelen. Ja. Best wel essentieel, denk ik. Ja. Nou ja, ja. Ja, in dit geval wel, ja. Nee, maar het doel van deze is dus minimaal 500.000 plays halen. Ja, nou ja, jullie zeggen het. Nee, jij begon op 1 miljoen, hè? Ja, vooruit. Dus wij hebben hem al gehalveerd voor je. Ja, nee, is goed. Het doel iets realistischer gemaakt misschien. Ja. Maar stel dat hij nu ook 100.000 plays had, dan ben je ook gewoon dik tevreden al. Ja, bizar. Ik vind 15.000 in wat is het, 4-5 dagen is al bizar. Dus wat mij betreft is alles mooi meegenomen. En, alles wat meer wordt is al prima eigenlijk. Exact. En ik maak lekker muziek omdat ik het leuk vind en dat blijf ik mooi doen. Maar ik hoor wel potentie. Dit kan hem echt wel... Want was het met Treintje Later ook in 4-5 dagen dat nee, echt deze, gauw... deze gaat echt harder. Deze gaat dan echt harder. Ja, die kwam wat later op gang, hè? Ja, precies. Ja. Maar dat was eigenlijk door het hele verhaal van NS die hem toen toch ging reposten en delen. Ja, ja, een beetje commenten. En die heeft ook wel wat krachten bijgezet. Precies. Maar in de eerste dagen gaat Liever dan Lief nu wel harder dan Treintje Later. Dus ik hoop dat we dat kunnen vasthouden. Nou ja, wij hopen het ook van harte natuurlijk. En nou ja, op het moment dat er weer nieuwe muziek komt, dan willen we toch eigenlijk wel weer bij deze alvast een uitnodiging sturen. Ja, dat is beloofd. Ja, ja dat moet er maar goed komen. Tuurlijk, dan kom ik weer op mijn fiets hier naartoe. Ja, we gaan wel iets eerder zeggen qua tijd. Dan ben ik op tijd. Christian, als mensen jou willen volgen op de social media, waar kunnen ze je volgen? Allereerst op Spotify natuurlijk. K-R-I-S-T-A-N, oftewel Christian in caps lock. Instagram, Christian Music. En ook op TikTok, waar ik nu dus live ben, christan.mp3.
.mp3. Ja. Ja, net alsof je gedownload bent, zeg maar. Exact, ja. Dat vind ik eigenlijk wel een originele naam. Ja, inderdaad. Nou ja, vind jij het nummer... Kijk, er zijn natuurlijk heel veel luisteraars die vonden zijn nummer leuk. Dus nou ja, ga hem ook gelijk volgen op de socials. Vanavond gaat hij ook weer live... op TikTok, hè? Je hebt beloofd dat je er actief mee zal doorgaan. Exact, ja. Maar niet te actief, want je moet ook nog nieuwe muziek gaan maken. Dus, zo is dat. Hey, in ieder geval hartstikke bedankt dat je vandaag wilde langskomen. En we zien jou de volgende keer weer.